We praten met Jan-Willem van Marktplaats. We zien dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van hun privacy. Wij adverteerders willen steeds meer relevantie. Jullie hebben daar een idee bij. Ja, zeker. Ik denk dat wat je over de afgelopen jaren ziet, dat je, wij ook als Marktplaats krijgen steeds meer vragen van wat weet je van me en wat doe je ermee en verkoop je onze data? Nou, dat is niet zo. Maar wat wij, het unieke wat we Marktplaats natuurlijk hebben, is dat we een handelsplatform zijn. Dus mensen komen wel met een intentie, komen ze, ze zoeken iets of ze zijn gewoon aan het snuffelen naar iets. En dat toont een bepaald gedrag. En op basis van het gedrag kunnen we... AVG heet dat profileren, hè? Dat doen jullie ontzettend natuurlijk. Ja, dat doen we zeker. Want op elk moment staan er 11 miljoen advertenties. En als wij die in één bak over jou heen zouden storten, dan zou je redelijk gek worden, denk ik. Dus wij moeten natuurlijk wel zorgen dat jij de dingen ziet waar je wat aan hebt. En kijk, de discussie die we ook nu met onze gebruikers heel erg hebben is van hoe vind je nou de juiste balans tussen privacy en het waarborgen daarvan, maar ook wel zorgen dat ik niet allemaal onzin in je gezicht gooi. En daarvoor hebben we hier vandaag ook gesproken. Zit dat dan ook in voorwaarden en opt-ins en dat soort dingen? Ja, ik denk dat het wel gaat over het uitleggen, hè? En ook duidelijke keuzes geven en dat je ook snapt wat voor keuze je hebt en dat het niet alleen maar ja is, hè? Maar dat je ook kunt zeggen van ja, maar dit wil ik bijvoorbeeld echt niet, en dan, maar ik wil wel gebruik maken van je platform. Dat soort dingen, daar zijn we natuurlijk mee bezig. Maar wat we eigenlijk ook heel erg zien is dat het heel erg gaat over de manier waarop wij ook met merken, met adverteerders kunnen samenwerken en zorgen dat we van elkaar leren. Wij weten wat voor gedrag mensen vertonen. Dus het gaat niet eens om een profiel, want je hebt mensen tussen de 25 en de 35, dat zijn er heel veel en die kunnen heel erg verschillend zijn. Maar wij hebben op Marktplaats natuurlijk het grote voordeel dat ze ook gedrag vertonen. Dus wij kunnen op dat gedrag sturen in plaats van alleen maar op demografische gegevens. Ja, dus bijvoorbeeld, hè, ik zet mijn VW Golf te koop. Ik wil best voor €1 adverteren of voor €5, maar het liefst aan mensen die nu een VW Golf aan het kopen zijn. Ja, precies. Kan dat al? Ja, dat kan. Nou ja, als consument is dat lastig, maar kijk, als adverteerder, als volk... Maar als jullie dat kunnen, dan kunnen jullie ook zo'n soort advertentievorm voor consumenten maken. Ja, maar kijk, maar dat stuk, hè, dus bijvoorbeeld als jij een Volkswagen Golf te koop zet op Marktplaats, dan is het natuurlijk sowieso in ons belang dat we die aan mensen tonen die geïnteresseerd zijn in een Volkswagen Golf en niet mensen die een step aan het zoeken zijn. Dus dat is natuurlijk überhaupt al de werking van Marktplaats, hè, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Ja, jij bedoelt meer voor het merk Volkswagen, als die willen investeren, dan kan je een selectie maken van mensen die nu aan het zoeken zijn. Precies, en ik denk dat ook voor een merk zoals, noem een automerk of iets anders, er zit natuurlijk enorme verscheidenheid in de redenen, de behoeftes die mensen hebben om te zoeken naar die auto. Hè. Aan de ene kant kan iemand zeggen, ja, ik ben een enorme Golf en ik wil altijd de laatste. Maar aan de andere kant kan iemand zijn, ja, ik reed altijd een Lupo en ik krijg nu een kind en daarom wil ik nu iets groters, dus ik wil eigenlijk een Polo of een Golf. En dat kunnen hele andere beweegredenen zijn. En dat biedt dus ook voor een adverteerder heel veel kansen om verschillende invalshoeken ook toe te passen als je zo iemand benadert. En dat slim spelen, dus dat gedrag van ons herkennen en daarmee met adverteerders, zonder dat we een bak data over de muur gooien en zeggen hier ga je gang, want dat doen we niet. Maar juist dan wel met adverteerders goed begrijpen van joh, waar liggen ook voor hun de behoeftes, hoe gedragen hun klanten zich en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen. En je hebt het over balans, hè? Wat gaat jullie dan, daar hebben jullie het over, dus wat gaat jullie dan te ver bijvoorbeeld? Nou, ik denk wat te ver gaat, is als wij jou 4-5 keer op een dag iets laten zien wat voor jou als ruis voelt. Dus wat je eigenlijk afleidt van hetgeen wat je komt doen op Marktplaats. Dus we willen zeggen, jij komt naar Marktplaats om die advertenties van die Golf te bekijken. En als we dan allemaal schreeuwige dingen eromheen zetten die jou eigenlijk afleiden van dat doel, dan is het niet goed. Maar als daar een goed... En hoe meet jij dat? Hoe weet jij dat? Nou, dat kun je natuurlijk zien in hoe engaged, hoe lang blijven mensen op het platform, klikken ze op de advertenties die je eromheen zet, hè, de engagement ook daarmee. En wij zijn er echt van overtuigd dat je als adverteerder daar een relevante boodschap kan neerzetten die mensen ook helpt in hun zoektocht. Laatste tip voor mensen die willen adverteren op Marktplaats? Nou, kom maar eerst met ons praten, omdat wij weten heel veel van de mensen die op ons platform actief zijn. Dat zijn er nogal veel, ruim 8 miljoen per maand, uniek. En aan de andere kant weet jij als adverteerder weet je heel veel over jouw klant en het gedrag daarvan. En laten we kijken waar we een brug kunnen slaan tussen die twee. Leuk, dankjewel.